Hallo. Micha, nu wil ik weten, letterlijk en eerlijk, wat jij nu denkt. Ik denk, dat is Hanneke Groenteman. So far, die ooit een keertje bij de, geloof ik, bij de bakker of zo zei, ik ben altijd een beetje bang voor jou. Nee. Dat zei je een keertje. En daar houden je gedachten verder mee op. Niet van, nou, oh my god. Nee, waarom, maar, ja, maar dat is, waarom, nee, natuurlijk niet. Je hebt nu twee mensen gehad die jij zeer bewondert. En, ja, dat is niet bij jou. Nee. Van leven. Hanneke, ik keek toen ik studeerde. Nee, nee. Nee, nee, nee. Met mijn ouders naar de plantage. Nee, niet met mijn ouders. Echt niet? Nee, in mijn eentje, met mijn piemel in mijn hand. Nee. Nee, maar ik keek naar de plantage en ik vond dat... Iedereen denkt altijd dat ik uit Amsterdam-Zuid kom en op het Barleus heb gezeten, maar ik studeerde op dat moment... Ik zou je op Vossius inschalen, maar goed. Ja, oké, nou ja, ja. Ja, dat zou waarschijnlijk... ja, nou ja, goed, maar goed, het is Maarsbergen. En ik studeerde toen in Maastricht en ik zat veel alleen op mijn kamer en dan keek ik daarnaar. En dan voelde ik, er is daar ergens een wereld met mensen die aan tafel proberen een gesprek te voeren... Over kunst en ik voelde me daar, dat deed mij erg goed. En ik vind het jammer dat op die manier, want ja, er zijn wel van die kunstprogramma's, maar dat is dan toch, ja, nou, misschien ben ik ook ouder geworden, misschien zou ik het nu een verschrikkelijk programma vinden, maar toen op dat moment vond ik het een heel leuk programma. Ja, hoor je me, mama, Hanneke? Ja. Ja, zeg maar oma hoor. Nee, Micha, toen ik werd gevraagd hiervoor, was het eerste wat ik zei, ja, leuk, want fan. Het tweede wat ik zei is, maar dat durf ik gewoon niet. Want ik voel me altijd zo ongemakkelijk bij Micha. En ik ben vaak bij je voorstellingen geweest. En dan durf ik nooit na afloop naar je toe te gaan. Omdat ik dan altijd denk, ja, ik denk, wat doet dat domme, dwergachtige vrouwtje hier in mijn omgeving? Dat denk ik dan. Heb ik dat hardop gezegd? Nooit. Ja. Nee, maar nee. Dan kijk ik naar die ogen en dan zie ik het gewoon. Ja, nee, ja dat is geloof ik niet zo. Ik ken dat gevoel wel van hele grote onzekerheid als je naar iemand toe wil, als je een voorstelling gezien hebt. Dus ik snap wel dat je dat hebt. Ik ben geloof ik zelf... niet zo heel erg van het gezellig na afloop aan de bar met het publiek hangen. Ik heb vaak het idee, ik heb nu verteld wat ik wilde vertellen. En ik ben ook een beetje bang, omdat ik weet, dat het is nu niet meer van mij. En ik weet inmiddels uit ervaring, in het begin was ik ook bang echt. En dacht ik, ik ga weg. Ik had ook, de eerste voorstelling sowieso had ik mezelf weggetoverd aan het einde. Dus vond ik dat het conceptueel niet kon dat ik er dan nog was. En, maar dat kwam ook wel goed uit. En ik verheug me altijd heel erg op terugrijden in de auto en naar een audioboek luisteren. Ik heb heel veel moeten overwinnen eigenlijk. Om op een gegeven moment had ik Freek de Jonge gezien. Nee, er zijn er maar drie in totaal. Er zijn er maar drie. Ah, ja. Oh, nou, jammer. Waarom jij dat? Nee, maar had ik Freek de Jonge gezien en die verkocht cd's. En dan zeiden ja, dan heb ik tenminste iets te doen tussen jou en mij. En toen dacht ik, nou dan ga ik hem ook met een stalletje staan en eens kijken hoe dat publiek is. En ja, ik vond het wel leuk, maar ik vond het ook heel ingewikkeld. Soms waren we aardige mensen, maar ik kreeg ook zo nu dan een soort heel vriendelijk bedoelde antisemitische opmerking van, nou, zit hier geld te verdienen? En dan weet ik ook wel weer dat die mensen achteraf in de auto zeggen, oh, waarom zei ik dat nou? Waarom zei ik dat nou? Waarom zei ik dat nou? Of niet. Of niet. Nee, maar ik bedoel... ik heb heel erg het idee van, ik hoef geen vrienden te zijn met het publiek en zelfs niet, en dat is misschien ook niet met het wereldje. En dat is, en dan wijs ik naar jou niet, omdat ik weet, omdat jij, maar ik keek dus heel veel met heel veel plezier naar het programma, maar ik ben tegelijkertijd ook altijd een beetje bang dat het te gezellig wordt, dat ik de mensen over wie ik een mening heb en waar ik van alles van vind, dat die dan leer kennen en die blijken vaak altijd heel aardig te zijn. En dan ben ik een beetje bang, dan ben ik een soort streng, dan denk ik, nee, laat ik nou maar gewoon met mijn vrienden, ik ben daar bang voor. Ik ben bang dat ik dan opeens iedereen ken en dat het, hey, schat, en kus, kus. En misschien straal ik dat uit. Maar dan moet je maar weer denken dat ik echt dankbaar ben dat jij die programma's maakte toen ik dat nodig had. Ik weet niet, je hele uitstraling bevalt mij nu niet helemaal. Je kijkt op een manier dat is echt waar onzekerheid. Dat is mijn onzekerheid. Ja, denk ik echt. Nou ja, ik geef je een eerlijk antwoord. En, ja. Maar wat bevalt je er dan niet aan? Denk je dat ik wel degelijk eigenlijk vind van... Dat je denkt, was hier Freek de Jonge maar? Nee, dit was nog veel ingewikkelder geweest, Hanneke. Wat? Het is één keer naar mijn voorstelling geweest. En toen kwam je 10 minuten later binnen. En toen ging je een kwartier later voor het einde weg. Ja. Voor het einde weg. Terwijl mijn voorstellingen zijn per definitie... Is het begin en het einde bijten elkaar. En toen ging er een documentaire over zijn leven gemaakt worden. En toen wilde hij heel graag dat er een camera bij was. Dat wij gingen lunchen samen. En dan wilde hij dat we met elkaar gingen praten. Nou, dat soort dingen zeg ik nee op. Omdat ik denk van ja... Het zou wel aardig zijn, maar ik vind zijn werk gewoon goed en bijzonder en niet alles, maar sommige dingen, dat is voor mij genoeg. Ik hoef hem dan verder niet te kennen. En met Stefano was net iets anders. Daar was ik dan toch wel, voelde ik iets dichter, dacht ik, ja, die wil ik wel een keertje leren kennen. Je hebt vandaag een dag, die begon geloof ik in Uffelte. Ja, dat is een beetje overdreven. Ja. Toen ging je naar Tivoli. Ja. Maar ik heb daarvoor 2 jaar niks gedaan. Maar, vandaag... maar ik wil even weten, zo'n dag en dan hier 3 keer geïnterviewd worden. Ja. Dus je hebt er dan 5 achter de rug, als ik het goed begrijp. Nou, luister, geïnterviewd worden is niet zo moeilijk. Wat biedt geïnterviewd worden jou? Wat zeg je? Wat biedt geïnterviewd worden? Wat nou, is dit? Dat is een soort samenloop van de omstandigheden. Mijn column, die is voor de VPRO, die doe ik 1 keer in de zoveel tijd... OVT. Voor OVT. Dat is voor mij een kans om iets te maken. En weer eventjes van een stukje chaos, een stukje coherent. Dat je denkt, nou ja, dit klopt. Dat is wat maken is, wat ik leuk vind. Uffelte, dat was in Uffelte. Dat was een column. Oh, je hebt het niet gehoord. Nee, ik dacht dat je ik heb 2 kleinkinderen waar ik pannenkoeken voor ik heb ook kinderen, maar die verwaarloos ik soms uit naam van de kunst. En En toen ging je en toen kwam daarbij dat er een soort podcastfestival bleek te zijn. En ik zit in Echt Gebeurd. En bij Echt Gebeurd hebben Paulien en ik de afspraak om en om. Als iemand daar interesse in heeft, dan geven we een interview. Al was het maar in de hoop dat er weer nieuwe mensen luisteren. Die verhalen komen vertellen bij ons. Dus toen dacht ik, oké, dat doe ik dan wel. Ook omdat het me niet zoveel moeite kost. Maar wat is het eigenlijk? Zo'n gesprek als dit, dat vraag ik me altijd voor mezelf ook af. Welke stijlvorm van contact is het eigenlijk, zo'n interview? Ja, misschien zit daar het ongemak. Voor mij is het beslist geen vriendschap of zo. Het is een soort afspraak die je maakt dat je... dat je een gesprek hebt voor een publiek, voor iemand anders. En dan probeer ik te denken, hoe kan ik nou een zo waardevol, interessant mogelijk antwoord geven... Zodat het niet helemaal zonde is van de tijd van degene die daarnaar zit te kijken. Want die kan, net als ik, had hij ook iets anders kunnen doen. Dus dat is wat ik probeer te doen. En ik ben dan misschien iets minder bezig met hoe leuk ik het vind dat ik geïnterviewd word of zo. Ik vind het eigenlijk... Ik zal eerlijk zeggen dat ik eigenlijk zodra ik in die column af had geschreven... dat ik dacht, oh, waarom heb ik dat nou gedaan, die interviews? Ik kan heerlijk fietsen hier in de Achterhoek. Ik had eigenlijk gewoon rustig een dagje willen fietsen. Maar ik ben ook weer heel blij dat ik... Maar het feit dat wij allemaal aan jou zitten te sabbelen... en allemaal hopen een drupje op te vangen... Ja, maar dat is dat gevoel heb ik zelf als interviewer altijd. Jij hebt het idee, jij zit te sabbelen aan mij en je hoopt een drupje. Ja, dat is ook zo. Ja, nou ja, ik hoop dat ik je het gegeven heb. Maar ik voel me daar niet verantwoordelijk voor. Ik bedoel, dat is in al die... Je geeft heel veel interviews tegenwoordig. In de podcasts. Nou, het valt wel heel erg mee, hoor. In de podcasts. Maar goed, ja, misschien wel. Of 3 tegen Gijs ongeveer? Nee. 2? Nee. Nou, ik heb er 1 aan Gijs gegeven. 2. Toen was quarantaine en toen vroeg hij of hij me nog een keer mocht interviewen. Ja. Toen dacht ik, die waren fantastisch trouwens, vond ik. Want het was natuurlijk vlek op vlek. 2 mannen die ik bewonder, die niet elkaar interviewen... maar de een interviewt de ander. Maar toen dacht ik ook... Maar had jij zelf die vermaker willen zijn? Want wat is de reden dat jij zo hoopt dat je een druppel krijgt van degene... In de zin van, dat ik mezelf opwerk als ik een interview voorbereid... en ik ben alleen maar interviewer, ik ben geen maker... dan werk ik me tot een soort lichte verliefdheid op. En dan wil ik gewoon eigenlijk alles van je weten. Dat is interviewen. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik wel. Ja, ja, nee, ik snap dat het voor jou is, maar dat... dan ben ik bang dat je wat te hoge verwachtingen hebt, althans bij mij. Bij iedereen, hoor. Ja. Oh, nou, ik dacht weer dat ik jou alleen ongemakkelijk maakte. Maar nee, iedereen. Nee, dat is niet het ongemak. Het interview is, ik hang aan je lippen, ik wil iets van je weten. In dit geval was het onderwerp ongemak. Maar goed, dat is eigenlijk al een beetje weg. Maar ik wil alles van jou weten en we spelen dat we hier een volkomen normaal gesprek hebben. Dat is interviewen, vind ik. Maar ik zeg toch net dat ik dat niet speel? Nee, we zitten hier toch in een theater te spelen. We zijn nu toch niet in een cafeetje elkaar toevallig tegengekomen? Nee, dat een interview dat is toch een dramatische setting? Een theatrale setting? Ja, ik weet niet zo goed. Ik wil je niet teleurstellen, maar ik vind... Ik stel je helemaal niet teleur. Nee. Ik vind... De reden dat ik ze nu dan interviews doe, is omdat ik gemerkt heb dat... dat zo nu en dan toch wel belangrijk is. En dat ik het ook soms leuk vind om iets onder woorden te brengen. Hoe ik bijvoorbeeld een kunstopvatting heb, of hoe ik... om iets te vertellen over hoe ik iets maak, om iets recht te zetten. Dat vind ik leuk aan een interview. Wat ik leuk vond aan deze situatie is dat ik dan wel benieuwd was wie er op mij afgestuurd zouden worden. Maar ja, of het een toneelstuk is, nee, ja, daarvoor is het... ja, sorry, dan moet ik weer leuk eindigen, maar ik zit er middenin. Dames en heren, Hanneke Groenteman. Micha. Dank je wel.